Jawel mensen, what the fuck, er zijn nieuwe Pokémon kaarten uit en wie is natuurlijk de allereerste die ze gaat openmaken? Jawel, de enige echte Disco. Let's motherfucking do this! Het zijn kaarten van de Pokémon Sun and Moon serie, dus als je die game hebt, ga je heel veel Pokémon's herkennen. Ik ga eerlijk zeggen, ik ga waarschijnlijk geen enkele naam goed zeggen, maar ja, hè? Wanneer zeg je nou ooit de naam goed? Bijna nooit. Oké, de pakjes zijn wel nog steeds moeilijk om open te maken. Zo, oké, ik hoop dat hetzelfde werkt. Hoeveel kaarten deed ik eigenlijk altijd? 1 of 2? Of 3? Ik doe gewoon 2, dat zal vast wel goed zijn. Oké, dames en heren, vergeet ik bijna de internetcode voor de mensen die het willen. Kijk, daar is die, mooi hè, schitterend. Wat een aardige jongen die Thijs. En dan gaan we gewoon beginnen. Jawel, dames en heren. Wacht, nee, nu doe ik het verkeerd. Hoe doe ik het altijd? Zo. Zo, volgens mij. Ik weet het niet. Nee, ik ga het zo doen. Oké, ik ga het zo doen. De eerste is de trainerkaart, een XP share, jawel, die maakt de laatste Pokémon games een heel stuk makkelijker. Oh, deze is wel cool, ik ga die naam gewoon niet uitspreken. Deze zag ik dus net al, hier ben ik serieus wel echt blij mee, deze heeft een grote rol in de Pokémon Sun and Moon games, dus dat is fucking hard om te hebben. Ja, daar is die, de Lily Popper, of de Pupper, de Popper. Een Wingull, een oude Pokémon van Ruby en Sapphire, jawel, in de buildings. Een Snubbull, volgens mij is die ook van Ruby en Sapphire, maar weet ik niet zeker. Ja, dit is een Pokémon die ik niet... Carvera? Misschien? Oké, ja, ik weet het niet. Dit is de Reversed Holo. Een gek visie. Staat er een serieuze Wish Flash? Is dit serieuze Wish Flash? Oké, en ik zie nog dat ik drie kaarten heb. Dus ik heb het sowieso verkeerd. Ga ik om nu de zeldzame? Dat weet ik niet. Is het de zeldzame? Of is dit de zeldzame? Dit is de zeldzame. Nee, het is de Energy. Maar er zit nog een kaart achter. Oh, maar dit was wel de zeldzame. Kijk, hij is Holo. Het is een, ik weet echt niet, ik heb deze Pokémon gewoon nog niet eens in die game gezien. Maar misschien komt hij later in de game. Ik heb in ieder geval een Energy Guard die er mooi bij past. En dan hier de laatste kaart. Het is iets wat ik ook niet ken. Goed dames en heren, dat waren de eerste kaarten van de Pokémon Sun and Moon serie. Wil je nog zo'n video zien? Pas bij de 100 likes, want die shit kost gewoon geld en dat heb ik niet. Dus ja, dat was vrij simpel. Vergeet dus niet een like te gooien. En voor nu zeg ik weer,